Welkom bij vlogboek nummer 27 en deze video heeft een thema. Het was namelijk weer boekenweek met een boekenbal, een boekenweek thema waanzin, een boekenweek essay van Pieter Steins en natuurlijk het boekenweekgeschenk van Dimitri Verhulst. De zomer hou je ook niet tegen. Maar hier ga ik deze video niet over hebben, maar het kan zijn dat het woord boekenweek nog een keertje zal vallen bij het bespreken van de volgende boeken. Dimitri Verhulst, De helaasheid der dingen, Gerard Reven, De vierde man en Hella Hazen, Oeroeg. Als schrijver word je niet zomaar gevraagd om het boekenweekgeschenk te schrijven. De week is een soort marketing, dus het moet wel interessant zijn voor het grote publiek. De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst timmert sinds 1992 aan de weg en kreeg grote bekendheid bij de roman De helaasheid der dingen uit 2006, dat inmiddels ook is verfilmd. Ja! Het verhaal wordt verteld door een jonge ik-verteller Dimitri die samenwoont met zijn vader en zijn ooms bij zijn oma in een klein Vlaams dorpje. Zijn vader en zijn broer zijn notoire drinkers, gokkers en werklozen. Kortom, zijn vader is niet in staat om voor Dimitri te zorgen en die taak wordt dan ook opgenomen door zijn oma. We lezen verschillende schrijnende maar erg grappige scènes, bijvoorbeeld extreme bierwedstrijden die dagenlang duren, of dat de mannen op bezoek gaan bij een Iraans gezin om daar Roy Orbison op tv te kunnen kijken en de poging van de vader om van zijn alcoholverslaving af te komen. De oma kan het niet meer aanzien en uiteindelijk belt ze jeugdzorg en Dimitri wordt uit huis geplaatst. Het boek eindigt met een veel oudere Dimitri die zelf op het punt staat vader te worden. Een duidelijk thema dus, de verwerking van de jeugd. En dat in een fijne stijl met gevoel voor humor. En schrik niet van de Vlaamse woorden die je niet kent, want daar ben je snel genoeg aan. Geen dik boek, een gemiddeld leesniveau, leuke en tragische fragmenten over een Vlaamse jongen met een vader die net als zijn ooms niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dat eindigen met de vraag, ben je zelf in staat voor een kind te zorgen als je eigen opvoeding is mislukt? Het boekenweekgeschenk dat geen boekenweekgeschenk werd. Dat is De vierde man van Gerard Reven. In 1980 had de boekenweek een boost nodig en daarom vroeg men een grote schrijver Gerard Reven om het geschenk te schrijven. Een schrijver van naam, dat moest wel een succes worden. Maar de commissie die het manuscript beoordeelde keurde het af wegens godslastering en waarschijnlijk ook omdat er homoseksualiteit in voorkwam. Nu eigenlijk niet meer voor te stellen, maar het feit is dat De vierde man werd afgekeurd als het geschenk en dat werd uiteindelijk een verhaal van Henry Knap. Het leuke is natuurlijk dat De vierde man uiteindelijk gewoon werd uitgegeven door de uitgever en dat het een groot succes werd. Het is een verhaal vol suspense, spanning. Al in het begin wordt dit opgebouwd door de ik-verteller Gerard die twijfelt of hij dit verhaal wel moet gaan vertellen aan zijn vriend Ronald. En vervolgens begint hij te vertellen. Gerard is schrijver en houdt een lezing ergens in het land. Hij gaat mee met een vrouw Christine naar haar huis, ze hebben seks en hij blijft overnachten. 'S Avonds begint hij dan ineens raar te dromen. Overdag loopt hij een beetje door het huis van Christine die aan het werk is en hij ziet ineens een foto liggen van een jongen op wie hij op slag verliefd wordt. Dan heeft hij nog maar één doel. Hij moet in contact komen met die jongen. En daarmee begint een mysterie, want wie is die jongen? Wat is er met de vorige minnaars van Christine gebeurd en wat betekenen die dromen? De vierde man is dus gewoon een thriller met horrorelementen, biseksualiteit en bijbelse symboliek. Geen wonder dat het verhaal zich goed heeft geleend voor het maken van een film. Weinig bladzijden en makkelijk te lezen. Het is een boek waarbij je uiteindelijk gelijk wilt terugbladeren omdat je erachter komt dat er verschillende voorspellingen in het boek verstopt zaten. Een literaire page-turner waarin je het antwoord zoekt op de vraag tierelierelier, wie is nummer 4? Kijk uit! Ja! Voor de jaren 60 had de boekweekgeschenk een andere opzet. Een aantal schrijvers werd gevraagd om een verhaal te schrijven en de beste inzending werd dan uitgekozen. Het verhaal werd dan anoniem gedrukt en er zat dan een briefkaart bij het verhaal. De lezers moesten dan gokken wie dan de schrijver was en die briefkaart opsturen en dan konden ze een prijs winnen. In 1948 werd het verhaal Oeroeg uitgekozen van een toen eigenlijk nog onbekende schrijfster Hella Hazen. Het is zo'n beetje het boekenweekgeschenk der boekenweekgeschenken geworden. Sindsdien veel gelezen en het heeft ook dankzij de kleine omvang op veel literatuurlijsten van vele generaties leerlingen gestaan. In het verhaal Oeroeg zat direct de thematiek die nog vaak terug zou komen in het oeuvre van Hella Hazen. De zoektocht naar identiteit, vriendschap, cultuurverschillen en Nederlands-Indië. Het verhaal gaat over een zoon van een Nederlandse diplomaat die opgroeit in Nederlands-Indië en daar bevriend raakt met een Indonesische jongen, Oeroeg. Hoe ouder de jongens worden, hoe meer de cultuurverschillen die tussen hen bestaan een rol gaan spelen. Ze groeien uit elkaar. Tegenstellingen en vooroordelen staan centraal. Ook de vraag, kun je iemand echt leren kennen als de cultuurverschillen zo groot zijn? Het verhaal speelt zich af in het koloniale Nederlands
Nederlands-Indië, waar er een strijd is tussen de Nederlanders en de Indonesiërs die de Nederlanders als bezetter zien. Deze achtergrond met maatschappelijke en politieke elementen in combinatie met een universeel verhaal van een vriendschap die verbrokkelt en met vrienden die van elkaar vervreemden, maakt van dit verhaal een klassieker. De vriendschap die zijn leven zou veranderen. Nu is hij terug. In Indonesië. Waar je verraad het minst verwachtte. Een gemiddeld leesgeval, alhoewel de leeftijd van het boek er wel voor zorgt dat het soms wat oudbollig aanvoelt. Het is inmiddels een historisch boek geworden. Als je dit boek leest voor je literatuurlijst, dan schuif je dus aan bij een hele lange rij leerlingen die dit boek ooit hebben gelezen. Wil je wat origineler zijn, maar wel een dun boek willen lezen? Nou, dan kies je toch gewoon het boekenweekgeschenk van dit jaar.